Vorig jaar bracht DJI de DJI Dock uit. Een revolutionair product, want het was het allereerste drone-in-a-box systeem wat volledig door één fabrikant was gemaakt. Nu, zo'n kleine driekwart jaar later, brengt DJI het kleine broertje. Dit is de DJI Dock 2. Dit is de DJI Dock 2. En een van de grootste dingen die gelijk opvalt is het feit dat hij een heel stuk kleiner is geworden dan de originele dock. De originele dock was ongeveer 90 centimeter in het vierkant en hoog. En deze Dock 2 die zit op 57 bij 58 bij 48 centimeter. Uiteraard is daardoor ook het gewicht veel kleiner geworden. Deze Dock 2 weegt slechts 34 kilo, waar de grote Dock 105 kilo weegt. En dat zorgt ervoor dat de Dock 2 een stuk makkelijker te vervoeren is, maar ook een stuk makkelijker te plaatsen is op plekken die wat lastiger bereikbaar zijn. Omdat je niet altijd direct een lift of andere hulpmiddelen nodig hebt om de Dock op zijn locatie te krijgen. Nou, aan de bovenkant van het Dock vinden we uiteraard de regensensor die we ook kennen van de DJI Dock. En de windmeter, waarmee die lokaal de windcondities kan meten. En in die windmeter zit wederom een cameraatje met een lamp, zodat je altijd een goed overzicht hebt van de omgeving van de dock. Verder vind ik het er heel erg uitzien als eigenlijk de bovenkant van de originele dock. Want als je kijkt naar het design en de hoeken, dan zie je gelijk dat het bij de dock hoort. Maar bij de dock 1 zit er nog een veel groter deel eigenlijk onder. Nou, als we dan het dockingstation open gaan doen, dan zie je ook dat dat op een iets andere manier gaat. Bij de Dock 2 klappen de deksels eigenlijk met een scharnier naar de zijkant open. Waarbij de Dock 1 de deksels in dezelfde stand bleven en via een tandriemverhouding op die manier op zijn plek bleven. Een van de grootste dingen die DJI met de Dock 2 wilde veranderen en wilde verbeteren, was om zo min mogelijk bewegende en slijtage onderdelen in de dock te hebben. Omdat je op die manier een betrouwbaarder systeem krijgt. Niet dat de Dock 1 onbetrouwbaar was, alles verre van. Maar hoeveel meer je dat kunt verminderen, hoe beter dat uiteraard is. Als we dus naar de deksels kijken, hebben we niet meer zo'n hele verhouding met tandwielen en riemen en alles. Maar hebben we puur eigenlijk een deksel met twee scharnieren aan de onderkant. En een motor aan de zijkant die die deksel open en dicht beweegt. Dat hebben we links en rechts en voor de rest zitten daar geen gekke bewegende delen in. Het grootste verschil op dat vlak vind je ook hier in het midden. Bij de originele dock is het midden eigenlijk één grote platte plaat waar de M30 op landt. En vervolgens met vier armpjes exact in het midden wordt gezet. En op het laatste moment doen dan de twee armpjes aan de zijkant ook twee pinnetjes in het toestel prikken. Waarmee ze hem kunnen opladen en het toestel aan en uit kunnen zetten. En dat was ook iets wat ze bij de Dock 2 dus zoveel mogelijk wilden verminderen. Dus daardoor hebben ze een wat anders design gemaakt. Je ziet hier eigenlijk een soort van bak in het midden zitten. En het idee is dus dat de drone die hier inkomt, op het moment dat hij net niet helemaal in het midden zit met de landing, eigenlijk hierop terecht komt en het laatste stukje naar het midden glijdt. Eigenlijk als een soort glijbaan, zodat hij altijd in het midden in deze strook terecht komt. Nou, de positie van voor naar achter, als die net niet in het midden staat, dat doet hij op het moment dat de deksels dichtgaan met de stootbumpertjes die je in de hoeken van de deksel ziet. Dan duwt hij het laatste stukje die drone naar het midden, zodat hij daar goed in staat. Je ziet hier verder ook geen connectoren of dingen voor het laden, want het laden is aangepast naar draadloos laden. Dat is dus ook een hele bewuste keuze geweest, wederom om te zorgen dat er geen mechanische en fysieke contactpunten hier zitten, maar dat je altijd een betrouwbare laadmogelijkheid hebt. Wel zit hier uiteraard weer de luchtuitgang van het koeling, ventilatie en verwarmingssysteem. Die rechtgericht is op de batterij als de drone erin staat. Zodat die ook tijdens laden en dingen goed de batterij kan koelen. En uiteraard zit onder deze deksel de rest van de elektronica van de DJI Dock. En onder andere de RTK GPS antennes voor het basisstation wat hierin zit. Dus één klein dingetje wat ze ook hebben moeten aanpassen. Want ze hebben natuurlijk die regenmeter en die windmeter aan de bovenkant met een cameraatje erop. Bij de Dock 1 klapt die recht naar beneden, waardoor datzelfde cameraatje ook de drone kan zien. Maar bij deze, op het moment dat de deksel zo openkantelt, kijkt het cameraatje omhoog en heb je daar natuurlijk niks meer aan. Daarom hebben ze hier in de deksel een tweede cameraatje gemaakt, met wederom een tweede lampje. En daar wisselt de Dock dus naar het moment dat die openklapt, dan wisselt hij van die camera naar deze, zodat je wederom een goede overview van de omgeving hebt. En dus ook de drone goed kunt zien tijdens het starten en tijdens het landen. Nou, in de hoeken van de deksels hebben we weer deze plastic beschermrandjes zitten,
Die gebruikt hij dus om de propellers tegenaan te klappen. Om hem dicht te doen op het moment dat de motoren gestopt zijn. En die de drone in de box gaat stoppen. En dan hebben we als laatste hier in de bovenkant van de deksel een paar visuele markers zitten. En die gebruikt hij voor de landing. We hebben hier op de hoeken de witte vierkanten zitten die we eigenlijk ook op het landingsvlak van de dock 1 hebben zitten. Maar het laatste stukje vlak voor de landing, als de drone ongeveer zo hoog boven het dockingstation hangt, dan gooit hij zijn voorcamera naar voren en dan gebruikt hij deze markers als laatste landingsmarkers om precies op de goede plek in de dock terecht te komen. Nou, dat is eigenlijk de dock 2. En het verschil met de dock 1 is ook dat de dock nu als een los dockingstation verkocht wordt, omdat er twee verschillende drones zijn die in dit dockingstation gaan. En dat zijn eigenlijk hoofdzakelijk dezelfde drones, maar met een klein verschil in camera. In hoofdlijnen begint dat met de matrice 3D. De matrice 3D is het toestel wat speciaal gemaakt is voor dock 2. En we beginnen heel eventjes met de camera, want dat is een wat makkelijkere vergelijking. Want de camera die hierop zit, is eigenlijk de camera van de Mavic 3 Enterprise. Dat betekent dat hij een 20 megapixel wide hoofdcamera heeft met mechanische sluiter. En dat in combinatie met TimeSync en het RTK GPS systeem zorgt ervoor dat je dit toestel heel erg goed kunt gebruiken voor mapping. En dat is eigenlijk ook een van de grootste nieuwe dingen van de dock 2. Omdat met de dock 1 kon je met die M30 geen goede mapping uitvoeren. En nu heb je dus met die mechanische sluiter en de TimeSync een volledige drone-in-the-box mapping oplossing. Nou, het toestel daaromheen is wel anders. Een van de grootste dingen zie je ook al gelijk aan de camera, want je ziet dat hij wat bulkier is en dat er een soort behuizing omheen zit. Want het toestel heeft een IP-rating en daardoor moest dus ook de camera een waterdichte behuizing krijgen. Dus hij ziet er iets anders uit, maar is qua specificaties exact gelijk aan de Mavic 3 Enterprise. Qua toestel zie je ook eigenlijk aan de vorm gelijk dat dit toestel echt gemaakt is voor in het dockingstation. Er zitten geen inklapbare armen en dingen op. De batterij die erin gaat hebben speciale extra lokjes, zodat die extra goed met dubbele zekering vastzit. Wat natuurlijk niet handig is als je constant batterijen wisselt, maar dat doe je niet in een dockingstation. En verder heeft het toestel eigenlijk omhoog gerichte armen, die ook heel erg aerodynamisch gevormd zijn. En dat zorgt ervoor dat die in continue vlucht nog wat efficiënter is. Zodat deze een beetje gevormd zijn als een soort vleugel, brengt dat in voorwaartse vlucht nog wat extra efficiëntie met zich mee. Nou, verder hebben we aan de bovenkant de aansluitingen en een payload SDK-poort. Dus ook dit toestel kan net als de andere toestellen van DJI een payload dragen. Weliswaar een klein, het gewicht daarvoor is ongeveer een kleine 200 gram. Maar de derde partij fabrikanten kunnen dus modules maken die kunnen integreren op de matrice 3D. Dan hebben we het RTK-systeem aan boord zitten. Daarachter zit nog een beacon, zoals we dat kennen van alle drones. En we hebben natuurlijk een vision systeem voor de obstakeldetectie. Die is onder een hoek geplaatst. Dus je ziet de sensoren hier aan de voorkant, die zitten eigenlijk een beetje onder 45 graden. Waardoor die zowel naar voren als naar boven de obstakeldetectie voor hun rekening kunnen nemen. En ook als die dan in voorwaartse vlucht is, dan kijken die eigenlijk heel erg goed vooruit. Datzelfde trucje hebben ze aan de achterkant gedaan. Daar zitten ze ook onder een hoek van 45 graden, zodat ook die naar achter en naar onder kunnen werken. En dus in voorwaartse vlucht ook recht naar achter kijken. Nou, dan hebben we natuurlijk aan de zijkant links en rechts de obstakelsensoren zitten. En aan de onderkant hebben we nog de afstandsmeter en een lampje om de grond te verlichten tijdens de landing. Nou, verder is het toestel helemaal spatwaterdicht en vaste motoren en dingen. Dus wat dat betreft echt specifiek gemaakt voor in het dok. En ook aan de onderkant zitten deze glijdingen, waardoor die dus als hij net niet in het middenland zo naar het midden van het dockingstation glijdt, zodat hij in het midden staat en vooruit en achteruit kan glijden op het moment dat hij met de deksels op zijn plek geduwd wordt. Nou, dit is de matrice 3D, maar daar hebben we dus ook nog een tweede variant van. Dat is de matrice 3TD. En zoals de naam al een beetje doet vermoeden, is dat de thermische variant. Nou, zoals de naam logischerwijs doet vermoeden, is dit toestel gebaseerd op de Mavic 3 Thermal. Dus je vindt dezelfde 48 megapixel wide telezoomcamera en de infraroodcamera die je op de Mavic 3 Thermal vindt. Dus puur als je de camera's tussen die twee toestellen wil vergelijken, kun je ook beeldmateriaal van de Mavic 3 Enterprise en de Mavic 3 Thermal pakken.
Verder qua toestel is dit toestel exact gelijk aan een Matrice 3D. Dus het is puur de camera die anders is. En ook deze heeft natuurlijk weer een extra behuizing gekregen om die IP-rating te kunnen garanderen. Waarom nou eigenlijk twee verschillende toestellen? Nou, voor twee verschillende toepassingen. Dit toestel is natuurlijk een heel universeel toestel met zowel RGB als thermisch. En kan daardoor voor diverse inspecties gebruikt worden, maar ook voor wat meer beveiligingsachtige toepassingen. En aan de andere kant, de Matrice 3D, zoals de naam met 3D al doet vermoeden, is echt gericht voor mapping. 2D mapping, 3D mapping en vooral voor projecten waar je regelmatig dezelfde mappings maakt. Denk bijvoorbeeld aan een groot bouwproject van misschien wel meerdere jaren. Heb je nu misschien een piloot die elke week daarheen gaat om die mapping te vliegen? Op het moment dat je zo'n dockingstation neerzet, dan kun je die mapping op afstand vliegen. Kun je op afstand de data geüpload krijgen. En kun je dus veel makkelijker die mappings vliegen. En misschien bijvoorbeeld ook wel de interval van die mappings verder verhogen. Waardoor het niet alleen efficiënter en goedkoper wordt om die vluchten uit te voeren. Maar je ook misschien wel regelmatiger en meer real-time data krijgt. Dan dat je dat met de hand bijvoorbeeld één keer per week zou gaan doen. Nou, dit is eigenlijk een korte introductie voor de Dock 2, de Matrice 3D en de Matrice 3TD. En mocht je nou meer over een van deze toestellen of het dockingstation willen weten, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in een van onze showrooms waar je hem uiteraard ook in het echt kunt bekijken. Enige tijd geleden hebben wij al een Dock 2 ontvangen ver voor de release, een paar maanden terug, om samen met DJI de Dock 2 vast te kunnen testen en te kijken of er misschien bepaalde software dingen zijn die nog fine-tuning kunnen gebruiken, maar ook om te kijken hoe zo'n toestel zich in de praktijk houdt. En daarom hebben we die Dock 2 de afgelopen tijd bij een klant van ons neergezet, waarmee we in de praktijk hebben gevlogen om te kijken hoe we een bestaand proces kunnen verbeteren en meer efficiënt kunnen maken met het gebruik van de DJI Dock 2. Daar hebben we een video over gemaakt en die laat ik je graag zien. Tata Steel, a global steel leader, operates a large factory site in the Netherlands. Our waste management department plays a crucial role in this ecosystem, collecting dust, waste materials, and secondary products from our production process. Some materials are recycled within our production process, while others undergo off-site processing. Our commitment to sustainability drives us to ensure every resource is utilized to its fullest potential. Site measurements play a pivotal role in overseeing raw materials and waste at our facility. Currently, our process involves visual estimations to gauge the quantity of materials in a given area. We then coordinate truck and excavator orders based on these estimates. While incoming trucks are weighed, this method isn't always reliable for calculating volume. Previously, site measurements were manually conducted by staff by visually estimating the amount of material and whether or not it will be a full truckload. This manual process is very time-consuming and inaccurate. With the DJI Dock 2, we now have an innovative and more efficient solution. The DJI Dock 2 system, utilizing the DJI Matrice 3D and Flight Hub 2 software, enables remote flight route planning and execution. This facilitates daily volumetric scans of on-site stockpiles, ensuring accurate material measurements and operational efficiency. By harnessing the data gathered, we optimize waste shipments, ensuring full truckloads for dispatch, reducing costs, and minimizing our carbon footprint. This integration revolutionizes resource management, achieving precise volume measurements in just 45 minutes and significantly reducing our environmental impact. Implementing mapping data and the DJI Dock 2 has provided numerous benefits for our site operations. The DJI Dock 2 offers swift operation, real-time viewing, streamlined mission planning, and automated inspections. It enables multiple flights per day, even without on-site workers. These features enhance workflow efficiency and resource management significantly. With these advancements, we are driving innovation and making a positive global impact through sustainable steel production.